We zijn weer terug, een nieuwe gast aan tafel. Vertel me even, wie ben je? Annette Dulle. En wat doe je hier vandaag? Wat heb je gedaan? Ja, ik heb vanmorgen een sessie gegeven over project designs in een wereld die nooit af is. En de rest van de dag ben ik eigenlijk alleen maar aan het koffie drinken en bijpraten met hele lieve mensen die ik al lang ken. Dus dat is... En project designs in een wereld die nooit af is, wat moet ik daaronder verstaan? Nou, ik ben zelf trainer in een aantal project designs methodes, zoals het dan heet. Dragon Dreaming is één daarvan. Maar wat je heel erg ziet, is dat omdat we nu zo in een transformerende wereld leven, alles gaat sneller dan dat je het kan bedenken, zijn er heel veel mensen die willen toch ergens het vast kunnen houden. Dus mensen zoeken naar grip op de een of andere manier. En grip zit in net als in paaltjes in de grond, ook soms in een project design of in een methode als een soort handvat. Zodat ze weten hoe ze die wereld te lijf moeten gaan. Ja, en ergens is dat een soort schijnillusie, vind ik. Het is een soort, of nou niet een schijn, het is een illusie. Omdat je eigenlijk, je moet leren vertrouwen op een proces. En je moet leren vertrouwen op de route die je wandelt. Dat je altijd mag vallen. Dat er altijd hulp is ergens achter een boom die je niet aanziet komen. Maar dat het goed is. En daar hebben we het dus vanmorgen over gehad. Nu zeg jij, er is altijd hulp, er zijn altijd mensen die je oprapen als je valt. Maar eerder had ik het hier aan tafel met iemand over bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie. Wat zo snel gaat, dat als we niet oppassen, zijn we op een gegeven moment al zover dat misschien de kunstmatige intelligenten ons de baas zijn. En dan is er helemaal niemand meer die ons kan oprapen. Of is het niet idealistisch? Nou, ik hoop wel dat mijn hart blijft kloppen. Dus dat mensen hebben een hart en kunstmatige intelligente robots hebben dat niet. Hè. Die kunnen, ik denk dat het heel goed is dat er heel veel praktische oplossingen komen die het voor ons makkelijker en leuker maken. Maar dan komen er vanzelf andere banen waar je dan wel iets weer met compassie moet doen of met samenwerken. En wat heel mooi is, is dat veel mensen die hier vandaag zijn, die kennen elkaar alleen maar van de digitale wereld nog. Vanuit het Permanent Beta platform. Die ontmoet je dan nu offline. Dus er zijn mensen die zeggen dan, wat leuk dat ik jou nu eindelijk eens zie. En dan gebeurt er toch iets anders, wat, ja, laten we toveren noemen, of een soort ondefinieerbaar dingetje, een klik, wat je niet hebt als je vanuit de digitale wereld contact maakt. En daarom zijn dit soort dagen, denk ik, heel erg belangrijk om te verankeren wat het potentieel is, wat er ligt. En mensen denken, ik denk dat heel veel mensen die voor het eerst komen vandaag, dat die ook hier een soort van vertrouwen vinden en een aantal kansen. Ja, en er is geen robot die dat kan creëren. Hoe fijn ik robots ook kan vinden, hoor. Echt. Hoe ben jij zelf ooit bij Permanent Beta terechtgekomen? Ik leerde in 2010 Martijn Aslander kennen. En dat werd een goed contact voor mij. En daar werk ik nu sinds een jaartje ook mee samen. Dus dat we powwow sessies geven over easycratisch werken. En het woord workshop vonden we niet passen en niet leuk genoeg. Dus dat werd het een powwow ding. En in de tussentijd ben ik... Even, want je gaat heel snel easycratisch werken. Wat bedoel je daarmee? Easycratie, www.easycratie.nl. Daar kan je een heel gaaf boek vinden. Dat hebben Erwin Witteveen en Martijn Aslander in 2009 geschreven. Is in 2010 uitgekomen. En dat gaat eigenlijk over de tegenhanger van bureaucratie. Dus hoe creëer je dingen zonder geld en papier? En hoe hack je eigenlijk de mensen die heel erg van macht houden en die hun ego even aan de kant moeten zetten en lief samenwerken met elkaar? Nou, dat boek is in een gratis PDF te vinden. Dat staat op die website. En wat er nu gebeurt, en nooit af, hè, de andere boek is natuurlijk een fantastische vervolg daarop geworden. Maar mensen willen nu weten hoe het moet. Want als je een visie verkoopt, verkoop je een droom aan mensen. En dat resoneert. En dat voelen we allemaal. Maar nu moet dat omgezet worden in hele concrete dingen. Dus zodat we er ook naar kunnen gaan leven. En ervan kunnen gaan genieten en oogsten. En dat doen Martijn en ik in een sessie nu. En dat noemen we easycratisch werken. Dus dan hebben we gewoon een soort speeltuin, een dagdeel lang. En voor mij is dat... Ik ben daarin terechtgekomen, laat ik het zo zeggen. Omdat ik Keep It Clean Day geïnitieerd heb in 2012. En dat is een landelijke opruimevenement. Zeg maar Koningsdag, maar dan voor zwerfafval. Dus we ruimen in één dag al het zwerfafval op van Nederland. En zonder papier en geld. En in 2012 hebben er 120 gemeentes meegedaan. Nou, we hebben 405 gemeentes in Nederland. Dus dat was 25%. Mooie start. En nu is het heel langzaam een traditionele dag aan het worden. Wat heel erg decentraal georganiseerd is.
geleerd is. Dus de werkwijze, en dat is ook eigenlijk mijn dagelijkse bestaan. Ik train nu heel veel gemeentes en non-profit sector om dit in de praktijk te brengen. Want hoe doe je dat dan? Want geld is ook handig en geld is ook nodig soms om dingen waar te maken. Nou, heel verhaal. Nou ja, daar ben je dus mee bezig. En heeft dat je dan ook weer met Martijn in aanraking gebracht? Of is dat een soort toevalsontmoeting geweest? Dat ik Martijn ontmoette? Ik heb Martijn ontmoet op het Breaking Out Congres in 2010. En eigenlijk omdat ik zat in een sessie en ik had feedback op waardebepaling achteraf. En dat vond hij leuk ook. Want mensen die allemaal meelopen is ook niet handig. Ik vond hem ook leuk. Toen werden we gewoon vrienden. Dus eigenlijk is het zo begonnen. Je kan er niet een mooi verhaal van maken. Het is niet vanuit werk ontstaan of zo. Ik denk dat heel veel mensen elkaar zo, net als dat wij elkaar zo ontmoeten en denken, we moeten toch eens een keer even koffie drinken. Nou, zo is dat ontstaan. En dan kom je elkaar weer tegen. En bij Keep It Clean Day heb ik heel veel aan hem gehad natuurlijk. Want hij had het hunnebed al gebouwd. Hij deed al heel veel andere dingen. Hij had Stand Up Inspiration. En dat was een soort maandelijkse plek. Ook een soort powwow moment. Waar iedereen samenkwam. Waar mensen elkaar konden ontmoeten. Ja, en dan heb je echt een fantastische vijver aan mensen. Nou, weer even die kunstmatige intelligentie. Dat moet echt gedragen worden door ons samen. Door het collectief. Dus dat, ja, zo werkt het dan, denk ik. Wat heb jij aan een dag als vandaag? Ik merk aan deze dag, dus dat gaat echt om permanent beddag 9, dat ik hier, ik merk dat ik weer even extra gesteund word. Ik vind 2016 een intens jaar. En ik vind het heel... Waarom? Omdat het een jaar is waarin er heel veel veranderingen plaatsvinden. En niet alleen bij mij, ook bij de mensen die ik lief vind. Dus dan zit je met elkaar in een hele grote verschuiving. Er gebeurt mondiaal natuurlijk ook een heleboel. En ik vind het heel fijn dat ik vandaag merk dat er heel veel verankert in hoop, in inspiratie, in contacten, in verbindingen. Waaruit mensen nu opeens beginnetjes maken voor nieuwe projecten en voor nieuwe bedrijfjes. En of we moeten daar eens dat gaan doen. En dat, ik vind het heel fijn om dat te zien ontstaan vandaag. Wat is het mooiste wat je gehoord hebt vandaag? Waarvan je echt dacht van nou, dit is echt heel fijn. Nou, voor mij persoonlijk had ik vanochtend in de sessie iemand zitten die heel veel weerstand had. En dat vind ik de fijnste mensen. Want dan is er iets te winnen en iets te vinden. En die meneer wilde daarna heel graag nog eventjes praten. En hij had in de sessie gevraagd om iemand te ontmoeten die moest ontmoeten of zo. En dat was ik dan. Nou, dat is altijd lekker voor je ego, toch? Dus dat was heerlijk. Maar ik heb net ook heel erg genoten van Erwin Witteveen. Die een bomvolle zaal vertelde over Nooit Af en over zijn proces daarin. Van schrijver naar spreker en hoe gaan die dingen dan? Dus dat vond ik heel fijn om daar ook zijn proces even te leren kennen. Ik heb een heel fijn gesprek gehad met Jetro Hardeman. En Jetro Hardeman is heel veel met zorginnovisie bezig. Dus die is op de kaart aan het zetten hoe je dit allemaal moet transformeren in de grote processen, maatschappelijke velden die er al lang bestaan natuurlijk. Dus heb ik van gaan. Ja, ik heb het gewoon heel leuk vandaag. Je gaat in ieder geval tevreden naar huis. Ja, ik ga nog lang niet naar huis. Nee. Is er iets wat je gemist hebt waarvan je denkt van nou, volgende keer zou ik toch ook graag dat willen zien of die willen zien? Oh, mijn ontbijtsessie. Ik ga, oh, dat moet ik nog even jou. Ja, ik had om 10 uur de sessie. Ik zei eerst 10 uur, wie heeft die tijd bedacht? Nou, heel veel mensen vonden 10 uur toch een goede tijd. Maar wij kwamen erachter dat 3 kwartier heel kort was. Dus toen dachten we, nou, we kunnen toch 3 kwartier eraan vastplakken nog voor de dag begint. En dan wordt dat dan een ontbijtsessie. Toen zei iemand van ja, maar dit is toch allemaal zonder geld en papier. En toen zei iemand anders, nou, dan wordt het een bring your own breakfast sessie. Dus de permanent bedden dag 10 kan je van mij een ontbijtsessie verwachten met bring your own breakfast. En dan heb ik gewoon lekker dubbel de tijd. En dan kan ik langzamer praten dan dat ik nu moest. Dus dat is wat de volgende keer nog in de pijpleiding zit. Oké, nou, daar kijken we dan naar uit. Ik ook. Dankjewel. En nou, veel plezier nog verder. Ja, jij ook. Tot zover.